Ja, Jezus. Hallo allemaal. En ik zag jullie wel denken van, joh, waar blijft hij nou met zijn paastoespraak? Maar lieve mensen, maak je niet druk. Ook dit jaar weer gewoon een paastoespraak, zoals u van mij gewend bent. Dus dat gezegd hebben, dan zou ik zeggen, welkom bij de paastoespraak. Het hele jaar door krijg ik van jullie brieven, DM'tjes, appjes en sms'jes van, joh, Vincent, met betrekking tot Pasen. Hoe, waarom, wanneer en wat is dat nou? Dat magische paasfeest waar we het hele jaar zo naar verlangen en naar uitkijken en onze harten vervuld met liefde, blijdschap en plezier. Wat is dat, dat paasfeest? Is het misschien de gedachte aan Christus die kapot ligt te gaan in zijn grotje om op die goedkope manier toch weer wat aandacht naar zich toe te zuigen, net als Sylvana met kerst? Zijn het die eieren die wij zoeken in de tuin en in de supermarkt? Is het een paasontbijt met familie en vrienden? Of helemaal alleen, als jij geen familie en vrienden hebt? En misschien is het dan juist het momentje van bezinning van, waarom heb ik eigenlijk geen familie en vrienden? Heb je daar wel eens over nagedacht? Of is het die dubbele paaspenetratie waar we allemaal zo naar verlangen? Of is het simpelweg gewoon weer een reden om helemaal naar de jankanker te gaan? Net als oma elk jaar weer aan het paasdiner met die eeuwige naald in de arm. He? En wie zei er nou dat heroïne niet verslavend was? Daar had oma hele andere ideeën over. He? Oude go-getter dat het was. In ieder geval, lieve mensen, Pasen. Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat ik het echt een ontzettend kutfeest vind. Dus lieve mensen, wanhoop niet. Het komt en het gaat allemaal vanzelf weer voorbij. Net als oma en Christus. En dat is maar goed ook. Dus, lieve mensen, ik zou zeggen, maak er een geweldig paasfeest van. En niet vergeten...